RKC kan niet zonder vrijwilligers. En daarom was het tijd om die belangrijke krachten ook te bedanken. De selectie nam plaats achter de bar en het buffet en serveerde stamppot aan de vrijwilligers van de club. Ja, dit zijn fantastische avonden. Ik bedoel, je, als club zijn onze vrijwilligers het fundament van de club RKC Waalwijk. En wat ik net zei ook in mijn opening, hè, wij vormen tezamen. En dat laten wij hier als club vanavond fantastisch zien. En de spelers, technische staf en medewerkers die tonen dankbaarheid aan de 80, 90 vrijwilligers. Door hen op deze manier te verwennen. Remy, hoe is het vandaag voor jullie om te doen, deze zware taak? Ja, hij is niet zwaar. Hij is leuk om te doen voor de mensen en voor ons ook. Ik heb nu honger. Wat is het belangrijkste dat er zoveel vrijwilligers zijn bij de club? Ja, wij zijn een club en alle medewerkers en spelers moeten uit elkaar zijn. Dus ik vind dit gezellig. Hoe is het voor jullie om dit te doen voor alle vrijwilligers van RKC? Ik denk dat het een belangrijk gegeven is dat we dit voor deze mensen doen. Want zo'n mensen hebben we nodig die enorm veel betekenen voor de club. En zeker voor dit RKC is dat van levensbelang. Wat is jouw taak vanavond? Een beetje zuurkool op het bord scheppen en that's it. Die gaakballen op. Spekken nog gebruiken. We hebben een aantal mensen die zijn 12,5 jaar of 25 jaar vrijwilliger bij ons RKC. En die zullen wij vanavond ook een klein beetje in het zonnetje zetten inderdaad. Ik begeleid samen met mijn zusje de mascotte voor de wedstrijd. En dan is het ontvangst, omkleden, naar het veld, balletje met de reserve strappen, naar de scheidsrechter en het veld op. En dan daarna ophalen, omkleden en de wedstrijd kijken. Hoe belangrijk is deze avond dat die spelers ook iets terug doen voor de belangrijke vrijwilligers van RKC? Nou, ik denk dat het een mooi gebaar is. Een mooi gebaar naar alle vrijwilligers. Gewoon over het algemeen, niet allemaal. En ik vind het een mooi gebaar. Mooi als dank is het dan mooi.